In deze video ga ik jullie laten zien hoe je het best een croton kunt verzorgen. De croton is een hele bont gekleurde kamerplant en komt van oorsprong uit Oost-Azië en Zuid-Azië. Zoals je ziet zit die vol met bonte kleuren. Geel, rood, groen, oranje en ze zijn er in nog vele andere kleuren. Er zijn diverse soorten. Een croton staat graag op een plekje met veel licht. Pas een beetje op met de volle zon in de zomer, maar voor de rest houdt hij daar prima van. En door dat licht krijgt hij ook die mooie kleuren. En dat geeft hem zoveel sierwaarde. Het liefst heeft hij een lichtvochtige grond. Geef één keer per week water en in de winter eens per twee weken. Geef nooit te veel water. En als je het nou lastig vindt om de juiste hoeveelheid water te geven, maak dan gebruik. Van een vochtmeter. Deze prik je heel eenvoudig in de aarde. En nadat je dat gedaan hebt, kun je direct zien hoe vochtig de grond is. Hou er rekening mee dat die licht vochtig moet zijn, dus probeer de meter in het groene gebied te houden. Uiteraard heeft deze plant ook voeding nodig. En voeding geef je alleen in het voorjaar en in de zomer. En je hebt daarbij de keuze uit een vloeibare plantenvoeding. En je kunt ook kiezen voor een vaste variant. Het is allebei goed. Lees goed op de verpakking welke je gebruikt en hoeveel je nodig hebt en of die geschikt is voor jouw soort plant. Daarnaast is het goed om te weten dat als je zo'n plant koopt en of het nou zo'n grote jongen is of een wat kleinere, deze planten hebben aan de onderzijde nog gaten in de pot. Dat is officieel zeg maar een kwekerspot. Door die gaten kun je ook overtollig water laten weglopen. Dus geef je nou een keer te veel water, dan zal het eruit zakken en doordat het eruit kan zakken, heb je ook veel minder kans op wortelrot. En daarmee voorkom je ook dat je plant doodgaat. Wat je kunt doen na aanschaf is eigenlijk twee dingen. Je kunt zeggen ik zet hem met potten al in een sierpot. Dat ziet er keurig uit. Je kunt ook zeggen ik ga hem gelijk oppotten, dus ik haal de kwekerspot eraf en ik zet hem in een grotere pot. Dat is ook iets wat je moet doen over 1 tot 2 jaar als de pot namelijk te klein wordt, dan zul je het alsnog moeten doen. Maar in het begin heb je nog de keuze. Om die plant netjes op te potten neem je een sierpot en die kun je vullen met een universele aarde. Maar je kunt er ook voor kiezen om voor zeopornic te gaan. En het voordeel van de Zeopornicus is, is dat hij heel veel vocht kan opnemen. Het ziet er ook een stuk sierlijker uit. En op het moment dat je dus je plant water geeft, zuigen die korrels zich vol. En die geven langzaam aan je plant, of aan je wortels eigenlijk, geven ze de vloeistof weer af. Nou, dat werkt echt heel mooi. Mocht je nou over deze schitterende plant nog veel meer willen weten, kijk dan even onder de video in de beschrijving. En voor nu bedank ik jullie voor het kijken.